Ja, hoe ik bij het darmprogramma ben gekomen is eigenlijk doordat mijn zus, zij is homeopaat, zij heeft mij getipt. En dat was op het moment dat ik echt in een dieptepunt zat voor wat betreft mijn problemen. En dat is de reden dat ik daarover heb gesproken met heel veel mensen. En mijn zus heeft mij een link doorgestuurd en zo ben ik bij Always Healthy terechtgekomen. Nou, waar ik stond voordat ik bij Always Healthy terechtkwam, het is een heel lang verhaal eigenlijk, maar het was een voor mij absoluut dieptepunt, wat ervoor heeft gezorgd dat ik echt letterlijk gezegd heb tegen mezelf, tot hier en niet verder. En nu moet er iets gebeuren. Nou, de klachten die ik heb ondervonden, heb gehad, zijn divers, maar vooral heel veel verstoppingen heb ik gehad. Ontzettend veel problemen met mijn stoelgang. Daarnaast kwamen er klachten, pijnklachten. Als je verstopt zit, dan heb je per definitie wel klachten qua pijn. Maar ik kreeg ook steken in mijn zij. Ik heb het wel eens omschreven als, hoewel ik nog nooit een messteek heb gehad, maar het was net al. Werd er met een mes in me gestoken en dat nam toe en toe en toe. En ik heb een echo ondergaan, een CT-scan, een coloscopie. Dus ze zijn naar binnen geweest en hebben gekeken. Het enige wat ik terugkreeg was eigenlijk vooral macrogal blijven gebruiken. Er is eigenlijk niets te zien. Dat is het moment geweest dat ik Always Healthy heb geraadpleegd, om het zo maar te zeggen. De stappen die ik heb genomen in het darmprogramma zijn eigenlijk alle fases doorlopen. Die heb ik doorlopen. Maar het begon bij mij met een darmdieet. Dus ik heb echt rigoureus alle zaken aan de kant gegooid waarvan ik geïnformeerd ben. Waarover ik geïnformeerd ben dat niet de juiste voedingswaren zijn. Ik heb me strikt gehouden aan het darmdieet. En binnen 2, 3 dagen, ik ben ook tegelijkertijd, overigens, dat is wel belangrijk om te zeggen, gestopt met macrogol te nemen en begonnen met het darmdieet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk binnen 2, 3 dagen normaal naar het toilet ging voor de eerste keer en ook een normale ontlasting had. En dat was ongekend, dat was revolutionair voor mij. Maar ik heb ook momenten gehad, echte momenten gehad, dat ik dacht van, oh, ik kom tot een stilstand in het genezingsproces, of dat ik het dan even niet zou zitten. Dan is begeleiding heel erg belangrijk, omdat je weet dat het niet van A naar B in één rechte lijn is. Het is ook eens een keer dat je tot stilstand komt, maar je moet dan ook kunnen opbrengen dat je geduldig bent. Maar dat tegenover staat dat je zoveel beter wordt. Bij mij was het gelijk al dat ik een normale stoelgang had. Dat geeft je een enorme positieve injectie, om het zo maar te zeggen. Die heb je ook nodig. Je hebt ook kleine overwinningjes nodig, om het zo maar te zeggen, want daar kun je aan vasthouden. Maar nu, als ik nu terugkijk, dan denk ik van, nou ja, dat is dag en dag verschil. Ik ben daar zo enthousiast over. Ik voel me goed. Ik ben in die periode ook zo'n 20 kilo afgevallen. Ik voel me fitter dan ooit. En voor mij het belangrijkste is dat ik geen verstoppingen meer heb en normaal naar het toilet kan. Iedere dag ga ik naar het toilet inmiddels. Dat ging ook een beetje met een golfbeweging, maar inmiddels kan ik zeggen dat ik een flinke periode iedere dag naar het toilet ga, zonder moeite en een hele goede ontlasting heb. Dus ja, gaat gewoon supergoed. Supergoed. Dan leef je helemaal op. En dat is fantastisch. Want dat opent meteen weer deuren richting de vrijheid, het zelfvertrouwen. En daarop gestapeld weer kijken naar hoe ga ik aan het werk. Dus de impact van dit hele verhaal, dat is enorm. Dat is met geen pen te beschrijven.
De grootste eye-opener voor mij is geweest dat het een mens is best vreemd. Je moet toch tot een bepaald punt komen, blijkbaar, dat je zegt van tot hier en niet verder. En ik heb ook op dat moment, en zeker nu ik weet hoe het allemaal is verlopen, is dat natuurlijk gemakkelijk te zeggen. Maar waarom moet je tot zo'n absoluut dieptepunt komen, terwijl je ook gewoon moet toegeven dat je al jaren klachten hebt? Wat ik mensen zou willen meegeven, mensen die klachten ondervinden, is direct in te grijpen en te kijken naar de website, te kijken naar de masterclass die daar gegeven wordt. Dat duurt een uurtje, zo heb ik het ook gedaan. Ik heb gekeken naar en daar wordt je uitgelegd wat het darmprogramma inhoudt, wat Always Healthy is. En dan begint het proces eigenlijk. Dus als je twijfelt, maar je hebt tegelijkertijd kun je zeggen, ik heb al zo lang klachten en ik wil er natuurlijk vanaf. Ga kijken op die website en ga die masterclass van een uurtje kijken. Want dat heeft voor mij, en ik weet dat we allemaal anders in elkaar steken, maar voor mij is dat het moment geweest van, op basis van die masterclass heb ik gezegd van, en nu ga ik het darmprogramma ook aankopen. Ik wil het hebben, want dit is de manier om af te rekenen met mijn klachten. Daar is het voor mij begonnen.